Leuk dat je weer kijkt naar Rondje NL. Vandaag gaan we iets heel leuks doen, maar één ding is zeker, ik ga het niet alleen doen. Dus ik heb iemand vandaag meegevraagd en dat is Amy. Kom maar bij, Amy. Dit is Amy Roos, dit is mijn collega, dochter van Nol. Jij gaat vandaag mee, hè? Ja, spannend. Maar jouw vader heeft ons een opdracht gegeven. Heb je een idee wat we gaan doen? Nee, ik durf het niet te zeggen. Nee. Ik vind het ook heel spannend. Volgens mij moeten wij een envelop krijgen. Kijk, hier is hij. Oeh, zal ik hem openmaken? Even spannend, hou hem af. Remco, vandaag krijg je een overal aan. Je krijgt een bril op en de wind die zal langs je wangen blazen. Je zal het gevoel hebben dat je kan vliegen. Durf je het nog aan? Nee. Nou, dan gaan we ik zo zien. Ik ben bang dat we gaan parachute springen. Ik heb geen idee. Ik wil het nog niet weten. Maar we gaan gewoon. Kom. Ja. Zullen we gewoon gaan? Kom. Wordt spannend. Ja, Amy, we staan bij de auto. Je kan nu niet meer terug. Nee, dat klopt. Samen gaan we dit doen. Weet je het zeker? Ik weet het zeker. Je schijnt hem, hè? Ja. Je schijnt hem, hè? Heel klein beetje. Kom, we gaan het gewoon doen. Kom, kom, kom. In die auto. Hup. En we gaan naar Roosendaal. Oh, oh, spannend. Deze aflevering van Rondje NL beloofd erg spannend te worden, want nou, we hoeven de envelop eigenlijk helemaal niet meer te kijken, want dat weten we nou wel. We gaan naar mijn skydiven, Amy. Ja, klopt. Heb je wel eens eerder gedaan? Nee, nog nooit. Ik ook niet. Ik heb eigenlijk geen idee wat het is. Volgens mij is het met vliegen. Ik heb ook geen idee. Ik ben erg benieuwd. Maar het is in ieder geval binnen. En het is niet heel hoog, dus heel goed, zo gevaarlijk kan het toch niet zijn. Dat zullen we zo zien, hè? Ja, jij gaat mee, anders ga ik niet. We gaan het samen doen, hè? Samen, zeker. Vind je het spannend? Ben je bang? Nee, ik ben niet bang, maar ik vind het wel spannend. Ah, je houdt je wel stoer, je houdt je wel groot. Je bent hartstikke spannend, je knijpt hem. Kom, we gaan naar binnen, Amy. Kom. Ja, daar gaan we nog, Amy. Jelle, jij werkt hier al een paar jaar, hè? Ja. En hoe ben jij hier terechtgekomen eigenlijk? Ik heb hier voorheen bij het Skidome gewerkt. En dat is eigenlijk dezelfde algemeen directeur. En ik hoorde dat hier dat dit gebouwd werd en dat er een vacature beschikbaar was. En zodoende eigenlijk hier ingerold. Dus jij bent altijd wel een beetje van de extreme sporten geweest, of? Dat trekt mij wel, ja. Zeker het snowboarden, het skiën, maar inderdaad ook dit soort dingetjes vind ik allemaal prachtig. Maar dan vraag ik me af, hè, toen je hier binnenkwam, kon je het al gelijk of moest je echt trainen hiervoor? Ik had zelf nog helemaal niks aan skydive ervaring en ik heb eigenlijk gewoon alles hier geleerd. Met een interne opleiding, dan word je opgeleid tot instructeur. En heb je zoveel uur windtunnel ervaring en dan kan je op een gegeven moment ook gaan starten met het begeleiden van mensen. Maar daar gaat een heel traject aan vooraf. Eerlijk zeg ik hem nou toch wel een beetje begin te knijpen. Nou dat ik het pak en zo aan heb, nou wordt het serieus. Nou wordt het echt serieus. En heb je een idee van hoeveel mensen hier nou per jaar ongeveer wel in die tunnel zitten? Dat vind ik een hele goede vraag. Ik heb werkelijk waar geen flauw idee. Ik denk dat over het algemeen zullen het er al gauw 100, 150 per dag zijn. Zo. En dan zijn we een hele tijd nu 7 dagen in de week open geweest. Dus ik zou zeggen, tel uit je winst. Zijn er dan zo'n, moet ik even denken, 700 per week? Ruim? Ruim. Nou, ik denk dat het makkelijk is het op 1000 houdt. Dus dat we misschien wel rond de 50.000 bezoekers per jaar hebben. Maar dat is een wilde gok, dus pind mij daar niet aan vast. Nou, let's go, daar gaan we.
vertellen. Ja, ik kan je niet goed horen, maar ik vind het wel heel spannend, moet ik zeggen. Zeker van jongen. Notes on a sheet, the dope crusader, funky terminator. I created me a rocket just a week or rocket later. And the way the beat is knocking got me feeling. Cause the DJ got me walking on the ceiling. I got a rocket for the globe, bomb the disco. I fill it up with love and then I watch it explode. Maar is het een nieuwe trend? Want je hebt het in het buitenland ook. Maar het is hier eigenlijk begonnen in Roosendaal, zo'n beetje, of niet? Nee, wij zijn niet de eerste tunnel. Voordat wij hier gestart zijn, was er al een tunnel in Engeland. En die bestaat inmiddels volgens mij al meer dan 10 jaar. En Amerika is het eigenlijk oorspronkelijk gestart. In eerste instantie voor militaire doeleinden. En later is het ook voor het grote publiek opengesteld. Wat is nou jouw volgende, hè, als je bent hier nou een paar jaar, wat is de volgende kick dan voor jou? Dat is nou een eitje, we hebben je zien gaan. Dat is een eitje voor jou. Dat wil ik nog niet zeggen, maar het blijft heel leuk. Maar ik heb nog nooit uit een vliegtuig gesprongen en dat wordt eigenlijk wel hoge tijd nu. Dus dat wil ik komend jaar gaan doen. En gewoon buiten gaan skydiven. En dan heb je ook echt nog dat je uit een vliegtuig moet gaan springen, dus dat is een iets grotere kick nog. This is love for the beats, feel it in the streets, love for the melody, notes on the sheet, the dope crusader. Funky Terminator, I created me a rocket just a week or rocket later. And the way the beat is knocking got me feeling. Cause the DJ got me walking on the ceiling. I got a rocket for the globe, bomb the disco. I fill it up with love and then I watch it explode. En gefeliciteerd, Amy, je hebt het gewoon gehaald. Ja, oh mijn god, jij ging wel hoog, hè? Ja, heel erg. Jij ging echt helemaal naar boven. Ik schrok me rot, want ik vond dat ik op de derde keer al hoog ging. Maar dit was wel echt helemaal te gek. Ik wil het echt snel weer gaan doen. Wil je dit ook doen? Kijk eventjes onder in beeld. Komt even de website te staan. Hier, lekker in Roosendaal, skydiven. Kan met groepen, met gezin. En ik zou zeggen, moet je gewoon doen. Hartstikke leuk. Wij gaan een keertje terug, want het staat namelijk niet op het kaartje. Is links en rechts om je as draaien. Die heb jij dan weer wel. En naar boven en naar beneden. Vooruit en achteruit indoor skydive. Zelfstandig in de uitstap. En alle richtingen indoor skydive. En vooral toen niet dat springen en salten. Dat wil ik allemaal kunnen. Jij ook? Durf je dat? Ja, nu zeker. Maar dit is eigenlijk pas het begin, want in de volgende aflevering ga je zien hoe ik van de Euromast ga opzaaien. Nou, het is gelukt. We hebben het vandaag gedaan. Geskydived hier in Roosendaal. Amy, ik wil jou ontzettend bedanken voor de eenmalige, dappere actie van je dat je meedeed. Vond je het leuk? Heel erg. Nou, ik ook. Ik heb je nou niet meer nodig, want ik ga het zelf afsluiten. Gewoon blijven kijken naar Rondje NL. Wil jij ook skydiven? Kom een gezellige keertje hier langs in Roosendaal. Hartstikke leuke mensen. Je wordt goed behandeld. Supergoeie persoonlijke begeleiding. Gewoon doen. En mij zie je volgende week gewoon weer terug. En misschien zit ik wel in een toren of misschien sta ik wel op een berg. Je weet het niet. Gewoon blijven kijken naar Rondje NL.